Welkom bij Café Koers, de dagelijkse wielerpodcast van het Nieuwsblad vanuit de Tour de France. He lived up to Fabensteinister. Jasper Philipsen gets the result. Pogacar rijdt er nu van weg. Pogacar gaat de etappe winnen. Explosion de Remco Evenepoel. En het pétard de Mathieu van der Poel. Jonas Vingegaard qui va remporter le Tour de France. La victoire elle est pour la Jaïko Alula. Toujours pas de victoire pour Jasper Philipsen. On reverra le travail de Mathieu van der Poel. Victoire aujourd'hui de Dylan Groenewegen. Ik werd opnieuw ingesloten door Philipsen, dus ik denk dat iedereen dat wel kan zien. En ja, heeft daar een slechte gewoonte. Het was in die zin niet super gevaarlijk, omdat ik nog op tijd aan de remmen kon. Maar ik sprint echt ter hoogte van hem. En als je dan met iemand naar de hekken gaat, dan dat snap ik niet zo goed. Dan is het niet dat je iemand niet voelt of dat is niet professioneel de deur dicht doen. Ik zat er gewoon naast en vorig jaar was het ook al zo en nu is het weer zo. Ik ben eigenlijk vooral blij dat ik recht gebleven ben. Als er geen sancties volgen, dan dat maakt mij wel kwaad. Ja, want vandaag zie je ook weer de ene gekke toer naar de andere in de laatste 6, 7 kilometer. En als ze dan niet strenger gaan bestraffen, dan denkt iedereen dat alles mag. En dat wordt een steeds groter probleem. Het precedent waar Wout van Aert naar verwijst, komt uit de Tour van vorig jaar op 3 juli. De eerste ritoverwinning van Jasper Philipsen in Bayonne. Philipsen ging toen ook naar rechts, waar Wout van Aert zat. En Wout van Aert moest ook op een bepaald moment inhouden, omdat hij vast zat tussen Philipsen en de boarding. Nu, daar moet wel gezegd worden, de weg liep toen echt ook naar rechts. Dus daar was discussie over en uiteindelijk werd Philipsen vorig jaar niet gedisqualificeerd. Dit keer kwam het er wel van. En dat was vooral een ramp voor zijn groep. Groene trui, die tweede plaats verspelen tot daaraan toe. Maar ook de 30 punten voor die tweede plaats verloor Jasper Philipsen. En de 20 punten die hij had behaald met het winnen van de tussensprint, daarvan werden er 13 afgetrokken. Philipsen telt nu 64 punten achterstand op Binyam Girmay voor de groene trui. En dat is best veel. Manager Christophe Roodhoofd. Ja, we hebben telefoon gehad van de UCI dat eigenlijk is kwalificatie. Het is heel duidelijk dat die boarding ook niet recht toestaat. En dat Wout op het moment dat die een beetje terug naar binnen komt, naar de rijweg eigenlijk inhoudt. Dat zal allemaal wel samenvallen, denk ik. Maar ik vond het nu niet echt een manoeuvre dat die disqualificatie 100% rechtvaardigt. Maar er is iets te zeggen voor de twee kanten wel. Tot voor die disqualificatie zaten we eigenlijk, laat ons zeggen, op een redelijk schema, maar nu is het groen niet meer in onze handen. Nog voor het nieuws van de disqualificatie bekend was, begaven collega Jan-Pieter en ikzelf ons naar de bus van Alpecin de Koning. Want ja, die nederlaag van Jasper Philipsen die was sowieso een verhaal. Nu, Jasper Philipsen die gaf geen reactie aan de bus. Wel hoorde ooggetuigen, of oorgetuigen moet ik zeggen, hem roepen op de bus. Kwaad, teleurgesteld ongetwijfeld. Jan-Pieter en ikzelf concentreerden ons op de lead-out man. Ik ging voor Jonas Rickard. Nu, zijn vriendin stond daar te wachten met hun dochtertje. Rickard ging onmiddellijk bij hen. En zo'n kind, dat kan de gedachten vaak verzetten. Dat zorgt voor troost. En ik dacht, als ik Jonas nadien aanspreek, zal het misschien al een beetje bezonken zijn, bekoeld zijn. Maar dat bleek niet het geval. Ja, hij was zichtbaar teleurgesteld. Er zat wat tristesse in. En zo ging hij ook in de bus. Niet onvriendelijk, daar niet van. Maar een reactie, nee, daar had hij geen zin in. Jan-Pieter had meer geluk met Robbe Gijs. Die had eigenlijk wel nog een vrij nuchtere analyse in petto na die nederlaag. Ja, en hij zei ook, het zit ook wel wat in het hoofd van Jasper natuurlijk. Dat is iets wat al dateert van in de Baloise Belgium Tour, waar Jasper Philipsen eerst al een sprintnederlaag geleden had tegen Tim Merlier. Vervolgens, toen hij een sprint won, riep vriendin Melanie naar Jasper, zie je wel dat je het toch kan. Wat toch een beetje wees op twijfels die er geweest waren vooraf in het hoofd van Jasper Philipsen. Collega Pieter vond dat een beetje vreemd, want Jasper had eigenlijk best wel een goed voorjaar gereden. Maar Robbe Gijs die legt ook wel wat de oorzaak in het hoofd bij Jasper en zegt van, ja, als het echt, als de puzzelstukjes is goed zouden vallen, dat zou hem helemaal kunnen bevrijden. Het was eindelijk de eerste keer, hij zei het me net juist ook al, dat hij echt voelde dat hij er voor de eerste keer kracht op zit sinds een lange tijd. Dus dat is eigenlijk goed voor het vertrouwen, alleen spijt dat we niet gewonnen hebben. Hij voelde hem tot nu toe nog niet top, maar vandaag ja, is het net weer niet. Dus ik denk dat hij als hij het in een keer zou kunnen winnen, dan staat hij volgens mij direct de volgende dag met een ander been uit zijn bed. En dat zal de wereld van verschil maken. Bij de vorige sprintetappen zaten jullie blijkbaar niet waar hij moest zitten, op zo'n 2 kilometer of zo. Hebben jullie nu iets anders gedaan? Waren er dingen dat je daarvan kon meenemen naar vandaag? Ja, we hebben sowieso een evaluatie gedaan van de sprint van gisteren.
daar zagen we dat we eigenlijk wel wat krachten verloren voordat de sprint begon, dus dat hebben we nu anders aangepakt. Ja. Kunnen zijn wat dat concreet... Ja, we zaten gewoon te ver, hè. Dat was eigenlijk het simpele. Ja. We zaten iets te ver voor de sprint aan te gaan en dan missen we misschien net Jasper zijn absolute power om het einde af te maken, omdat hij mee die move moet doen bij ons. Ja. Vandaag zaten we daar wel, dan wordt hij weer net geklopt, dus het zijn details denk ik. Inderdaad, soms een beetje chance hebben, een beetje pech hebben dat je kunt opschuiven. Ja, ik denk gewoon dat hij een klein beetje zelfvertrouwen mist en dat hij niet zeker is van zijn eigen en daardoor zo lang mogelijk probeert te wachten, maar eigenlijk mag hij niet twijfelen aan zijn eigen. En ik denk als het een ene keer raak zal zijn, zal hij er direct anders uitkomen. Weet je waar vandaan komen? We hoorden in Baloise al een beetje van twijfel, en terwijl hij toch uit een zeer goed voorjaar komt. Ik denk dat hij het zijn eigen inbeeld een beetje. Ik denk niet dat hij moet twijfelen als je ziet hoe hij daar in de Baloise kan winnen, een derby-etappe kan rijden, hier zo vlot rijdt. Ik denk niet dat er iemand zich zorgen moet maken over de ploeg. Vandaag is het Remco-time in de Tour, want de eerste tijdrit, de eerste individuele tijdrit staat op het programma tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin. Twee namen die wijnliefhebbers bekend in de oren zullen klinken, want we zitten in de Bourgogne-streek. Remco Evenepoel begint eraan om 4:55. Nadien start ook nog Tadej Pogacar. En Remco is natuurlijk één van de topfavorieten om die tijdrit te winnen. Belangrijk te vermelden is dat Remco niet mag starten in zijn wereldkampioenen-tijdritpak, maar dat moet doen in de witte trui. Dat heeft een nadeel, hoewel dat tegenwoordig beperkter is. Namelijk, het wereldkampioenen-tijdritpak, dat is van de eigen sponsor, van Castelli. Daar heeft Remco mee getraind natuurlijk. Daar heeft hij mee in de windtunnel getest. En dat zit helemaal op maat. De witte trui voor beste jongeren, die heeft Santini als kledijsponsor. En hoewel de tijdritpakken van de meeste fabrikanten tegenwoordig op niveau zijn, is dat toch niet zijn geëigende tijdritpak. Een excuus mag dat niet zijn. Deze tijdrit zit Remco Evenepoel als gegoten. En ik sprak met Koen Pelgrim, de coach van Remco Evenepoel en iemand die zich bezighoudt met die tijdritten onder andere. Hem ook in de tijdrit zal bijstaan, maar ook de hele voorbereiding gedaan heeft. Ik sprak hem gisteren voor de start, dus het is soms een beetje verwarrend als hij morgen zegt, dan bedoelt hij vandaag. Ja, mooie tijd het parcours wel. De start is een beetje technisch, iets meer dan 1,5 kilometer, wat keren en draaien. In het startdorp. En dan zijn het eigenlijk vooral mooie rechte wegen. Dan is een kilometer of 4 vrijwel vlak. Dan is het een klein klimmetje. Dan weer wat vlak. En dan is het de belangrijkste klim van de dag eigenlijk. En dan bovenkomen is niet direct afdaling. Er is nog een soort plateau. Dat blijft zo wat lichtjes oplopen. En dan vrij technische afdaling. En dan nog een paar kilometer vlak. Dat vlak stuk van 4 kilometer, dat klinkt als een Remco-stuk. Ja, tuurlijk. Ja. Vlakke rechte stukken zijn dingen waar hij ten opzichte van de concurrentie in het klassement het meest voordeel heeft natuurlijk. Want als het echt stijl bergop is, dan komen de mindere specialisten, maar die wel gewoon veel watt per kilo kunnen duwen, komen dan ook goed voor de dag. Maar op vlakke, ja, dat is hetgeen wat er het best ligt. Maar 4 kilometer is ook niet dusdanig lang dat je daar super grote verschillen kan maken natuurlijk. Zoveel eikpunten zijn er niet. Vergelijken met Pogacar bijvoorbeeld, Vingegaard. Hebben jullie daar een idee van? Kunnen jullie dat inschatten? Want ze hebben niet zo vaak tegen elkaar gereden in deze omstandigheden. Hè? Nee, is moeilijk om te zeggen. De tijdrit van Vingegaard vorig jaar naartoe was natuurlijk ongelooflijk indrukwekkend. Dus als hij hetzelfde niveau haalt morgen, dan gaat hij ook, dan gaat hij ook een lastige klant zijn. Pogacar heeft ook Ganna geklopt in de Giro in de tijdrit. Dus ja, dat kan ook die is goed in vorm. En als die goed is, dan kan die ook een heel goede tijdrit rijden. Je weet dan nooit precies. Wij moeten ons gewoon concentreren op wat Remco doet. En zorgen dat hij zo snel mogelijk van A naar B rijdt. En dan zie je aan de streep al wat verschil is met de rest. Hoe belangrijk is het mentale? Ik hoor vaak Patrick zeggen dat er een hotelkamertje geboekt is in de buurt van start of finish en zo. Zodanig dat Remco zich kan focussen. Hoe doet hij dat en is hij daar goed in om echt... Want het is uiteindelijk een heel korte inspanning. Het moet eruit komen op het juiste moment. Mentaal is dat natuurlijk een enorme focus. Hoe doet hij dat? Hoe zie je hem daarin? Ja, dat is iets wat hij altijd wel redelijk goed kan. Het is ook daarom die eendagskoers en die eendagstijdritten. Daar kan hij zich zo voor opladen. En Remco is wel iemand die zich ergens op zet dat hij zich daar heel erg op kan focussen. Maar dat begint al maanden van tevoren. In december is die tijd dat al eens een keer gaan verkennen. Dus dat wil wel zeggen dat hij er toen al mee bezig was.
Ja, en dat groeit dan een beetje na aanloop van die tijdrit toe. En dan de laatste uren, dan is het alleen maar geconcentreerd zijn op die tijdrit. En tegelijkertijd ook wel een beetje nog de ontspanning proberen te houden. Ik hoor ook dat hij zo vaste routines heeft, hè? Onder andere pistoletjes eten 's ochtends. Ja, Remco houdt heel erg vast aan de dingen die hij gedaan heeft, die goed werken voor hem, waar hij zijn beste dingen mee heeft gehaald. Die probeert hij als soort van houvast te houden. En zijn pistolees is onderdeel van zijn pre-race maaltijd. En dat doet hij nou al heel lang. En heeft hij zijn beste tijdritten mee gereden. Hij weet dat werkt, dat hij daar die hoeveelheden goed aan kan, dat hij daar goed verteert en dat hij daar genoeg energie mee heeft, ook voor langere tijdritten. Dus dan is er geen reden om daar iedere keer in te gaan variëren. Pacingplan, dat is iets wat altijd terugkomt. Leg dat nog eens uit aan onze luisteraar, waar het bestaat uit. En dan hoor ik dat er pacingplannen bestaan met wattages, maar ook zelfs nog op dit topniveau, op gevoel echt. Ja, een pacingplan is een beetje een inschatting die je maakt van wat een renner kan doen op dat parcours en hoe dat hij zijn krachten het beste verdeelt om zo snel mogelijk van A naar B te kunnen rijden. Want als je op vlakken meer vermogen duwt, kun je daar relatief minder verschillen mee maken dan wanneer je op een klim overpaced, zoals ze dat noemen. Dus stel dat jij 400 watt kan duwen, dan is het zinvoller om bijvoorbeeld op het vlakke daar net iets onder te rijden en dan op een klim daar dan net iets over te gaan. Dan kom je uiteindelijk rijden sneller van A naar B op, puur omdat de luchtweerstand is exponentieel. Dus als jij van 50 naar 60 wil gaan, moet je bijna twee keer zoveel vermogen duwen. Terwijl als je op een klim twee keer zoveel vermogen duwt, ga je ook effectief twee keer zo hard. En het is daarmee dat je die krachten zo goed mogelijk wil verdelen over die tijdrit heen. En dat doe je dan een beetje op basis van de gegevens die je hebt van een renner. Van dat je weet, oké, zo lang gaat die tijdrit zijn, zoveel vermogen gaat die kunnen duwen in totaal over die tijdrit. En als we dat die manier verdelen, dan gaat dat optimaal zijn. Dus bijvoorbeeld voor morgen is dat vooral zaak van in de start goed te vertrekken, maar niet te overdrijven, zodat je dan op die klim wat kunt overpacen. Terwijl als je het aan een renner op zijn gevoel overhaalt en hij zou geen informatie hebben, dan zou hij met de stress van de wedstrijd waarschijnlijk geneigd zijn om die eerste kilometers wat te enthousiast te vertrekken en dan op die klim wat tegen de muur te lopen. Dus op die manier probeer je dat soort fouten te vermijden. Het sturen, want hij zit in een enorme aero-positie waar het niet altijd evident is om de weg te zien. Ik hoor sommige renners die zelfs het parcours op een Garmin volgen. Er is ook sturing vanuit de wagen. Hoe gebeurt dat? Want, of is dat echt dat parcours zo in zijn hoofd zit dat hij bijna weet wat er komt? Of een combinatie van dat alles? Maar het parcours morgen is niet overdreven technisch, afgezien van de afdaling. In de afdaling kijk je sowieso natuurlijk waar je naartoe gaat. Maar Remco's positie is ook wel dusdanig dat hij, als hij in zijn aero-positie zit, nog steeds naar de weg kan zien. Dus je hebt van die renners die houden echt hun hoofd recht naar beneden en kijken naar hun voorwiel. En dan kijken ze af en toe waar ze naartoe moeten, maar dat is bij hem niet het geval. Dus hij kan altijd wel zien wat er naartoe gaat. En ja, het parcours van morgen kent hij goed. En vanuit de auto stuur je ook nog een beetje bij de waarschuwen als er bepaalde bochten aankomen of dat er wat meer naar links of meer naar rechts. Dat soort kleine dingetjes. Maar dat is meer een soort herinnering dan dat je moet uitleggen wat je precies moet gaan doen. Laatste vraag, misschien wel de moeilijkste. Wat is de ambitie? Waar gaan jullie voor? Waarmee ga je tevreden zijn na die tijdrit? Well, ik denk het eerste doel is proberen te winnen morgen. Dat is het belangrijkste. En je hebt toch niet in de hand wat de concurrentie doet. Dus wat ik net ook al zei, wij moeten gewoon zorgen dat hij zo snel mogelijk van A naar B rijdt. En dat wat de rest doet, dat hebben we niet in onze eigen handen. En we hopen dat we daar wat tijd kunnen pakken op de concurrentie. En als je wint, betekent dat automatisch dat je tijd pakt op iedereen. En hoeveel dat dan gaat zijn, dan kunnen we toch niet veranderen. To wax or not to wax? That's the question. En dan heb ik het niet over bikinilijnen of over benen. Nee. Het gaat over fietskettingen. Want vroeger werden fietskettingen allemaal geolied. Vervolgens kwamen er vloeibare witte smeermiddelen op de markt. U zal die wel kennen als wielertoerist. Maar er is sinds enkele jaren een nieuwe trend. Het waxen van kettingen. Hot wax.
Dat is eigenlijk een vaste wax, die wordt gesmolten. De ketting wordt daarin gedoopt, eruit gehaald en dan vervangt dat het oude smeermiddel. Nu, dat waxen van kettingen, dat is in het profpeloton eigenlijk nog niet zo in zwang, omdat het natuurlijk wel wat tijd kost om die kettingen te waxen. Je hebt altijd twee kettingen nodig, één die je aan het waxen bent, één die op de fiets kan liggen. Voor de mechaniciëns is dat een heel gedoe. En ja, die wassen de fietsen sowieso na elke rit. En dan is het minder een probleem om de olie weg te halen enzovoort. Maar in deze tour is het toch wel heel opvallend dat de gewaxte ketting opgang begint te maken. Een van de mannen die altijd een haantje de voorste is, is Victor Kampenaerts van Lotto Destiny. Ik vroeg hem de pieren uit de neus over het waxen van kettingen. Ja, je kunt werken met olie of met wax. Allee, dat zijn eigenlijk twee verschillende opties. En laten we zeggen dat... De mensen thuis, 99% van de mensen thuis, gewoon olie gebruikt. En in het profpeloton zou ik ook nog wel zeggen dat 75-80% van de renners met geoliede kettingen rijdt. Wax heeft bepaalde voordelen. Allee, en dat is voornamelijk dat dat een heel klein beetje minder wrijving heeft. Een groot voordeel voor de mensen thuis is dat trekt geen vuil aan een geoliede ketting. Je kunt super proper kuisen. Maar als je in stofomstandigheden slecht weer hebt, dat trekt echt het vuil aan. En daardoor gaan veel sneller je schakels slijten. En ja, dat is ook heel milieuonvriendelijk om een ketting met olie te ontvetten, om die proper te krijgen en dan weer in te olieën. Dan gebruik je chemicaliën die dat dan, ja, jammer genoeg bij veel mensen in de achtertuin in de grond ergens verdwijnen. Ja, mensen die dat, wielertoeristen dat 30 jaar lang hun fiets kuisen. Ja, die bodem is gewoon volledig verontreinigd. Beide met gewaxen kettingen niet. Als ik mijn fiets kuis, is die in 5 minuten kraaknet. En het enige wat ik gebruik is een druppeltje drift en warm water. Maar het is een beetje een andere handeling. Ik knip mijn ketting voor het wassen eraf. Ik leg die in een waxbadje dat 3 maanden meegaat. Dan moeten die waxjes veranderen. Het is een andere manier van werken, maar eens dat je ermee weg bent, is het veel gebruiksvriendelijker en veel sneller. Maar je hebt dat waxpadje dus mee naar de tour, want die wax is eigenlijk vast. Dat moet opgewarmd worden. Sommige mensen doen dat in een soort van rijstkoker. Er staan ook speciale badjes. Je hebt dat mee en doet dat zelf dan? Ja, ik heb een klein badje mee dat voldoende is om je ketting te herwaxen. Mijn ketting initieel, die wax ik in een ultrasoon bad voor de maximale penetratie van die wax in die ketting te hebben. En dan heb ik een draagbaar modelletje dat redelijk klein is, daardoor warmt die wax ook sneller op en daar kan ik makkelijk in herwaxen. Voor de mechaniekers is dat heel makkelijk. Die geven mij de ketting na de rit mee. Ik geef direct een nieuwe ketting dat ze die er samen zal kunnen opleggen. En zo heb ik een rotatiesysteem. Want de reden, denk ik dan, waarom in het profpeloton hier in de Tour de France die gewaxen ketting nog niet bij iedereen in zwang is, natuurlijk de mechaniekers. Die fietsen worden iedere keer gekuist, die worden iedere keer afgesproeid enzovoort. Die worden toch elke dag opnieuw ontvet, ontolied. Ik denk dat het wel makkelijker is als ze gewoon olie moeten doen. Het is wel extra werk toch, die waxketting, mochten de mechaniekers dat moeten doen? Nee, het zou heel veel werk besparen, maar ze moeten wel alle fietsen met wax doen. Je kunt niet... Ik ben nu natuurlijk een beetje een moeilijke. Altijd, hè? Ja, uiteraard. Maar als ze alle kettingen met wax zouden doen, ben ik heel zeker per dag op een regendag een uur besparen met fietsenkuisen. Maar dat is wel een grote stap om dan van volledig niet naar volledig wel gewaxt te gaan. Ja. Dat zal iets zijn voor de toekomst. Ik denk binnen dit in 10 jaar veranderingen kan lang duren voordat dat doorkomt, dat er geen geoliede kettingen niet meer gebruikt zullen worden in profpeloton. En thuis zal dat ook veel minder het geval zijn. Jumbo-Visma doet het dus voor zijn kopmannen. Ik heb ook gehoord dat Alexander Kristoff met een gewaxte ketting rondrijdt. Maar er is een ploeg die het echt sinds deze Tour voor de hele ploeg doet. En dat is Little Trek. Ik sprak met Jeroen Heijmans, mechanicien van Little Trek, over hoe dat gaat. Elke dag rijdt elke renner met een nieuwe gewaxte ketting. Dus wij hebben iemand in de ploeg die 's avonds als de fietsen toekomen de kettingen eraf haalt. Die 8 kettingen van elke coureur worden volledig gewaxt. En die zijn dan klaar voor de rit 2 dagen later. Dus we hebben nu 16 kettingen in omloop. Waarvan dat er nu 8 op de fietsen staan voor de rit van vandaag. En deze avond monteren we de kettingen die gisteravond gewaxt zijn. Maar gebeurt dat in een klassiek waxbadje? Want ik zag ergens een systeem, een machine, waarbij dat je de kettingen toch niet zou moeten afhalen. Heel revolutionair. Voorlopig gebruiken we nu een waxbadje.
We gaan verder zien in de toekomst of dat we het inderdaad kunnen doen zonder de ketting te demonteren. Maar voorlopig, voor ons nu, gebruiken we het waxbadje. Kan je eens uitleggen, wat zijn de voordelen van wax, zowel in onderhoud als in prestatie, en misschien zowel voor de profs als voor de amateurs? Hè? Dus het voordeel, een van de voordelen is, uw ketting blijft proper. Dus moest nu vandaag regenen, heel de rits vuil zijn op de weg, mag je die s'avonds die ketting eraf halen, die gaat niet vuil zijn. Wat voor ons het tweede voordeel is, wat voor ons voor de renners een groot voordeel is, is dat er minder frictie is op de ketting. En dus dat de ketting beter loopt. Ja. Hoe komt het dan, want bij jullie, het verbaast mij een beetje, doet de hele ploeg dat blijkbaar, hoe komt het dan dat het in het profpeloton toch nog veel olie is en vloeibare smeermiddelen? Hoe komt dat? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het soms moeilijk is voor vernieuwing aan te brengen in deze wereld. Natuurlijk, nu is het een sponsor van ons. Op gebied van fiets moeten we bij elk onderdeel vooruit met de tijd. En mee met de technologie. En ik denk dat dat nu een grote stap is om verdere vooruitgang te boeken voor de aerodynamica, de prestatie van de fiets. Hoe reageren de renners erop? Die zijn heel tevreden. Zelfs gisteravond kwam Tim de Klerk nog vragen, zat er vandaag weer die gewaxte ketting op? Ik zeg, ja Tim, natuurlijk. Ja, hij zegt fantastisch, zegt hem. Morgen terug, ja. Ik zeg, Tim, elke dag zal je een hebben. Heel tevreden over, ja. Kan je nog eens uitleggen, de oude smeermiddelen, wat er... Dus je hebt enerzijds wax en wat deed men vroeger allemaal? Wat we voor deze wedstrijd eigenlijk deden, voor de Tour de France, is elke dag de ketting volledig reinigen met een kettingreiniger. Dat is een heel sterk chemisch product, waardoor dat alle vuil eraf is. En dan gaan we daar met een hoge drukreiniger op, zodat al het vuil, het zand eruit is. En dan smeren we die ketting natuurlijk s'avonds elke dag. Maar natuurlijk, na elke rit is de ketting zwart, is vuil en het heeft dan niet het voordeel van een gewaxte ketting. Ja. Ik weet niet of je zelf fietst? Ik fiets zelf, ja. Gewaxte ketting of geoliede ketting? Nog geen gewaxte. Allee, jong. Maar dat komt wel. Ja. Maar je raadt het ook echt iedereen aan, toch? Ja, zeker. Natuurlijk, het is wel een werkje. We hebben hier nu iemand, een persoon extra, die s'avonds die 8 kettingen voor ons waxt. Maar de voordelen wegen zeker op tegen de nadelen. Dus ik denk dat het echt wel een toekomst heeft. Ziezo, ik zou zeggen, gebruik dat laatste flesje olie nog op en ga dan naar YouTube, leer je ketting waxen. Dit was onze uitzending voor vandaag. Het was weer waar genoegen om jullie mee te nemen in de Tour, ook al was het een mindere Belgische dag. Wie weet doen we morgen beter. Geniet van de tijdrit. Tot morgen. Tot Café Koers. He lived up to five and Stein is there. Jasper Philipsen gets the result. Pogacar rijdt er nu van weg. Pogacar gaat de etappe winnen. Explosion de